De Nationale Loterij maakt dromen waar. Maar wat is jouw stiekeme droom? Als ik de lotto win, dan vertrek ik direct naar Hollywood om mijn acteercarrière te beginnen. Dan neem ik mijn kinderen mee en gaan wij zwemmen met de wilde dolfijnen. Dan zou ik meetrainen met een NBA-team. Dan zet ik mij een nieuw huis. Wauw, grootse plannen. Wist je dat we daardoor ook verschillende musea kunnen steunen? Zoals het nieuwe museum Liberation Garden in Leopoldsburg. Dag Gerard. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie dat er hier nog heel veel moet gebeuren. Ja, natuurlijk. Er is nog heel wat te doen, hè, in Liberation Garden. En waarover gaat het juist, Liberation Garden? In feite de bevrijding van ons landje, hè, in september 1944. Hoe oud ben je nu? Ik ga naar de 93. Dat betekent dus dat jij de Tweede Wereldoorlog bewust hebt meegemaakt. Ja. Ik was in 40, 10 jaar. En heb jij nog iets uit die tijd bijgehouden? Een boek over Winnetou. En ik had daar twee boeken, geloof ik, van meegenomen in de kelder. En ik heb er zo één afgestaan. En dat is het boek? Dat is het boek dat ik meegenomen heb in de kelder. Winnetou's dood. Hier staat nog de stempel van mijn vader. We zijn allemaal in de kelder gevlucht. Muisstil. Niemand sliep. En daar hebben ze plots die deur opengesmeten van die kelder. En die zei, wij hebben mensen nodig om te werken. En dan zei ze na een tijd, vrouwen terug de kelder in en de kinderen. Ik heb daar voor de laatste keer mijn vader gezien. Ze zijn daar 25 meter verder gegaan, achter een gebouw. Als ze daar binnenliepen, heeft een Duitse onderofficier gezegd, omlegen. Dat is neerleggen in het Nederlands. Hè? En wat betekent dit boek voor jou? Ah, enorm veel natuurlijk, omdat dat het enige dat ik teruggevonden heb in de kelder. Je hebt heel veel herinneringen nog, hè, uit die tijd, maar tastbare herinneringen. Dit boek is een van de laatste uit de oorlog. Van mij persoonlijk is dat het laatste, meer heb ik niet. Dat krijgt hier een mooi plekje in het museum. Hoe belangrijk is het voor jou dat er zo'n museum bestaat? Ik vind dat enorm belangrijk, ja. Dat zijn zichtbare herinneringen, hè. Vooral de jeugd van tegenwoordig heeft waarschijnlijk geen idee van wat dat is. Een oorlogsgebeuren zoals wij hebben meegemaakt, van dichtbij. De dood voor ogen zien. Dus je bent wel heel fier dat je hier aan meewerkt. Ja, ik vind het echt mooi.